Richard, we blikken terug op de hoogtepunten van de afgelopen week, de 41ste editie hier in Rotterdam. Wat was voor jou om te beginnen de allermooiste wedstrijd? Ja, een beetje lastig te zeggen. Ik denk qua spanning, qua tennis puur, vond ik Murray tegen Thiem denk ik wel de mooiste wedstrijd. Maar ik vond de halve finale van Seisling tegen Cilic, vond ik toch wel gaaf. En je merkte, het is toch halve finale. Het was misschien niet het beste tennis, maar Seisling wint de eerste set. Denk je, hey, hij gaat het halen en dat merk je aan het publiek. Dus qua sfeer denk ik dat die wedstrijd de mooiste was. Bewijst Seisling daarmee ook voor jou wat een Nederlander kan betekenen voor dit toernooi? Ja, nou, hij hoeft dat niet te bewijzen, want dat wist ik al. Daarom wil ik altijd Nederlanders erbij hebben. En ja, helaas is hun niveau niet dusdanig dat ze ieder jaar dat je wat kan verlangen of hopen dat ze gaan presteren. Maar eens in een paar jaar, zoals Haas in 2008 kwartfinale haalt, nu Seisling dus in 2014. En ik hoop dat we niet 6 jaar hoeven te wachten op het volgende Nederlands succes. En dat Robin en Jesse en dus ook Igor Seisling hun niveau dusdanig goed gaat worden, dat we ieder jaar mooie dingen kunnen zien van ze. En dan heb je met Berdig vandaag een winnaar, echt een wereldtopper. Hoe kijk je daar tegenaan? Hem als kampioen hier voorlopig op de ring. Ja, duidelijk de beste man van het toernooi, maar ook de man in vorm. Af en toe heeft hij een beetje moeite om misschien zijn zenuwen in bedwang te houden. Half finale Australische Open heeft hij het eigenlijk een beetje zelf verknald tegen Wawrinka. Dus ja, hij stond eigenlijk op het randje om Australische Open te winnen. Dus qua tennis de beste speler die er is momenteel, waarschijnlijk wel in de wereld. Alleen hij moet even leren om er even mee om te gaan. En dit is voor hem een heel belangrijke overwinning. Hij heeft ruim een jaar moeten wachten op een titel. En wie weet gaat hij nu nog meer stijgen op de wereldranglijst. En dan zie je misschien aan het einde van het jaar wel bij de eerste 4 van de wereld staan. En dus je slotconclusie naar deze week? Goed toernooi. Fantastisch deelnemersveld. Beetje last van Sochi gehad. Maar erg blij dat we weer zo'n mooi toernooi hebben gedraaid. Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar.